Dit is Haiti, een mooi en vredig land. Maar plots gebeurt er dit. En zo ziet Haiti er nu uit. Wij willen op onze iPod eens kijken wat er nu juist met Haiti aan de hand is. We gaan bijvoorbeeld op de applicatie van de standaard. Zo ging het vroeger. We tikken Haiti in. Dat duurt natuurlijk even, vooraleer we resultaten hebben. En als we die resultaten dan hebben, is dat meestal uit een archief. Dus we gaan even terug. Even naar de BBC. Dit is juist hetzelfde. Het duurt lang voor we deftige resultaten hebben. En we krijgen ook maar enkel nieuws uit het archief. Van BBC alleen. Niet veel aan dus. We gaan even terug. Dan gaan we voor de radio. La 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 la. Leuke muziek, maar niets over Haiti. Dus, we gaan terug. Ik wil een beetje live tv, maar dat gaat niet. Boe! Dit was de oude manier. Helemaal niets aan dus. Echt niet. Maar nu is er een nieuwe oplossing. Live media. Hey! Yay! Het coole is dat je maar één keer Haiti intikt. En dan krijgen we echt alles wat we maar willen. Dat wil zeggen... TV, radio, krant, blog en Twitter. Dus we kiezen voor TV. En we krijgen alles wat er momenteel live te zien is. We gaan op BBC. Kijk, daar is alles live. Helemaal live, dames en heren. Laten we eens proberen bij Haiti TV. Daar krijgen we terug helemaal live beelden en zien we echt wat er aan het gebeuren is. Oké, we gaan even kijken bij radio. Daar zie je alle zenders die momenteel over Haiti bezig zijn. We gaan naar BBC en we horen live de reporter ter plaatse. Helemaal live. We gaan even terug en we kiezen voor de krant bijvoorbeeld. Daar krijg je een update van alle kranten, van alle nieuwe artikels. Je klikt op een artikel, je krijgt het zo te lezen. Als we dan even teruggaan, kunnen we terug de keuze maken. We gaan bijvoorbeeld naar een blog. En daar krijgen we al de blogs die momenteel over Haiti bezig zijn. We kiezen een blog. We kunnen de blog meteen opnieuw lezen. Door maar één keer Haiti in het begin in te tikken. Fantastisch toch? We gaan even terug op Twitter. En daar krijg je alle tweets te zien op Twitter die over Haiti gaan. Je hoeft zelf niemand te volgen. Dus met andere woorden, live media, gewoon perfect. Overal waar je wil, altijd live.